Hallo allemaal, dit is weer een uitzending van Chattime TV. Dit keer gaat het over buitenspelen. Speel jij buiten? Voetballen met je vrienden, chillen in een speeltuin? Of speel je verstoptje in de buurt? Wat is er nou zo leuk aan buitenspelen? We vragen het aan de wethouder en aan kinderen uit verschillende wijken van Breda. Wie bent u? Kunt u uitleggen wat hij doet? Wie ik ben? Ik ben Patrick van Luntre. Ik ben wethouder in Breda van jeugd, wonen en wijken. En voor vandaag natuurlijk met name over jeugd. Van het stukje jeugd doe ik alles wat leuk is voor de kinderen. Dus alles wat niet met school te maken heeft, daar ga ik over. Over spelen, over zorg en alles, daar ga ik over. Ik ben Elke de Kruinaar. Ik ben schepen. Wordt een wethouder genoemd in België, in Vlaanderen, van de stad Gent. Gent is ongeveer evenveel inwoners als de agglomeratie Breda. Mijn job is ervoor zorgen dat Gent een plezante stad is voor alle kinderen en jongeren in Gent. En ik wil er ook voor zorgen dat alle scholen, collega, in Gent ook plezant zijn om naartoe te gaan. Want ik ben ook verantwoordelijk voor de scholen en voor de kinderopvang in de stad Gent. Praten over het spelen in de stad en of het kind meespeelt. Wat verwacht u van deze dag of wat hoopt u met deze dag te bereiken? Nou, ik vind het sowieso fantastisch om te zien dat zoveel collega's in Nederland en België ermee bezig zijn. En ik hoop vandaag dat enthousiasme wat we met z'n allen hebben met elkaar kunnen delen. En dat we van elkaar leren wat nou echt leuk is om voor jullie als kinderen in de stad te maken. En vooral ook wat we niet moeten doen. Hè. En ik hoop ook te horen hoe andere steden de kinderen daarbij betrekt. Want wij hebben natuurlijk in Breda doen we dat op onze manier. Maar iedere stad doet dat op zijn manier. En ik ben heel benieuwd hoe we dat van elkaar... kunnen leren en beter kunnen maken nog. Spelen jullie vaak buiten op het schoolplein? Ja, heel vaak, behalve in vakantie. Ja, heel vaak behalve in de vakantie en in het weekend. Wat vind je zo leuk aan buiten spelen? Het grote klimrek en het duikelrek. En ik de klimrek en de duikel. Spelen. Ik was vroeger altijd buiten. Het liefst ben ik altijd buiten. Want daar gebeurde het, hè, buiten. En ik was altijd lekker aan het ravotten en aan het voetballen en aan de slijding. Ik kwam altijd thuis met hele vieze groene broeken van de modder, van de takken, van het gras waar ik dan in had liggen rollen en slijdingen maken met voetbal. Dus ik was altijd lekker buiten. Ja, ik heb heel veel buiten gespeeld vroeger als kind, maar ik ben niet opgegroeid in de stad. Er lag achter waar ik woonde een groot stuk maïsveld en daar heb ik heel veel in buiten gespeeld. En ik denk dat net de opdracht is, ervoor zorgen dat ook kinderen in de stad, waar dat er niet zoveel maïsvelden zijn, dat er ook plekken zijn om in te spelen. Om ervoor te zorgen dat ook echte steden plezante plekken zijn om te spelen en om in op te groeien. Maar dus we moeten een beetje zoeken naar alternatieven voor die maïsvelden en bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de schoolspeelplaatsen, de speelplaatsen van de school, ik weet niet hoe dat hier in Nederland zit, maar in Vlaanderen zijn dat heel vaak echte grijze, betonnen, lege plekken waar niet zoveel op te beleven valt. En waar wij nu voor aan het zorgen zijn, is om die om te toveren tot groene, avontuurlijke speelplaatsen met bergen waar je op en op kunt hollen of van naar beneden kunt glijden, met veel gras ook, waar je je broek vuil kunt maken op de speelplaats. Dus in die zin proberen we toch ook van die stad een plezante plek te maken voor kinderen.
wat zijn jullie aan het doen hier zo? Nou, wij zijn eigenlijk het hele schoolplein aan het veranderen. Want wij merkten, we hebben op school een kinderraad. En de kinderen die gaven eigenlijk aan dat ze andere speelbehoeftes hadden. Dus ze willen meer verstoppen, ze willen kunnen klimmeren, klauteren. Ze willen kunnen voetballen op een voetbalveld. Dus wij hebben daar met een klein groepje op school een plan voor gemaakt. En toen hebben we ouders opgeroepen die ons konden helpen. En er kwam gelukkig heel veel hulp uit allerlei hoeken. En daardoor zijn wij zaterdag eigenlijk begonnen met dit te realiseren. En wat vindt u van buitenspelen? Ja, buitenspelen is hartstikke gezond natuurlijk. En lekker buiten bezig zijn met je vriendjes en vriendinnetjes. Lekker samen spelen. En tegenwoordig zitten kinderen natuurlijk nogal veel achter de iPad of achter de computer. Maar het is veel beter voor om lekker naar buiten te gaan. En wat vind je zo leuk aan buitenspelen? Als je dan... Dan heb je vrijheid en je kan lekker spelen en allemaal andere dingetjes doen dan dat je binnen bent. En speel je alleen op het schoolplein ook of in speeltuintjes in de buurt? Nou, we gaan ook wel soms op dinsdag gaan we naar een veldje hierachter. Maar vaak speel ik gewoon op het schoolplein. Wat vindt u de leukste speelplaats van die stad en waarom? Van heel Breda? Ja, Breda is sowieso een hele fijne stad om te spelen overal. Hè. Maar het allerleukste, toen was ik net wethouder, toen mocht ik in Breda Noord een speelbos openen. Dat is een nieuw bos in Breda in Noord, dat is nou een jaartje of 20 oud. Nee, dat is Masbos is in Zuid-Breda, dat is in het Haagse Beemderbos noemen ze het geloof ik uit mijn hoofd. Het is een heel mooi bos en daar hebben ze een heel mooi natuurspeel. Ja, dat is bijna wat de collega uit België ook vertelt, uit Gent. Echt een met kuilen, met heuvels, met modderpoelen. Ja, ik zei net al, smeerkees. Modderpoelen en takken, je mag daar hutten bouwen. Echt een fantastisch leuke plek om te spelen. Ik vind dat wel een van de leukere plekken in Breda. En nu je het zegt, er zit in het Masbos ook precies zo'n plek. Dus dat is wel dezelfde soort. Maar dat zijn voor mij de leukste plekken in Breda. Dat jij even een dag mijn jasje aan mag doen. Wat zou jij dan op het stadskantoor regelen? Wat zou jij voor leuke plekken in de stad erbij willen hebben? Nou, leuke plekken zoals schommels en hutten voor kinderen. En hoge glijbanen om lang in de glijbaan te zitten. Dit was een uitzending van Chattime TV. Kijk ook eens op chattime.nl, de leukste site voor kinderen. Laters! Later.